Eczeem is een ontstekingsreactie van je huid. Het is geen oppervlakkig probleem, want het komt helemaal vanuit je lederhuid. De boel wordt rood, zwelt op, schilfert en er kunnen puistjes, blaasjes, kloofjes en korstjes ontstaan. En jeuken dat het doet, maar niet gaan krabben, dan kan de boel gaan infecteren. En dan wordt je eczeem pas echt extreem. Net als astma en hooikoorts is eczeem een atopische ziekte. Je immuunsysteem reageert abnormaal. Je lieve lijf maakt een heel leger aan antistoffen aan. En juist dat leger kan weer een allergische reactie veroorzaken. Jeuk voor dank. Soms werkt het trouwens weer anders en dan is het eigenlijk gewoon helemaal gissen waar je eczeem vandaan komt. Dat is nog een mooi klusje voor de wetenschap. We weten wel dat het allemaal nog veel erger kan worden wanneer je te weinig weerstand hebt. Bijvoorbeeld door ziekte of stress. En je krijgt het sneller als je een droge huid hebt, dus vooral in de winter. Goed insmeren dus en rustig afwachten. Na je 30ste is het meestal wel over, dan is je eczeem je ex-eczeem. NTR, speciaal voor iedereen.